De VRT is van iedereen. Maar hoe kunnen we nog meer jouw VRT worden? Ik vind dat de VRT een heel goede focus kan leggen op thematieken die maatschappelijker zijn in een duidingsprogramma te brengen die eigenlijk niet voelen als een duidingsprogramma. Durf te vragen is daar een heel goed voorbeeld van. Zij slagen er echt in om op een ludiekere, sfeervollere, huiselijke bijna manier eigenlijk die boodschap toch te verkondigen van een thema dat je normaal gezien niet zou aankaart of enkel in een duidingsprogramma. Ik vind het geweldig dat er reportages zijn, documentaires enzovoort over mensen met een bepaalde cultuur, kleur enzovoort. Dat wij dan ook, dat iedereen begrijpt waarom iemand een bepaalde handeling doet, bijvoorbeeld bidden of iets anders. Dus dat vind ik heel fijn. Maar dan wil ik ook wel in gewone series of in andere categorieën, in plaats van altijd human interest, levensbeschouwing enzovoort, dan wil ik ook in series of in films zien dat een normaal moslims meisje bijvoorbeeld een bepaalde job uitoefent, een keinormale job, bijvoorbeeld advocaat, en dat daar zonder al die entertainment of tralala rond een gewone figuur is eigenlijk. Ik zou op een vrijdagavond eerder naar Play 4 of VTM kijken, omdat ze meer familieprogramma's hebben, wat VRT dan weer niet heeft. Die richten zich meer voor mij enkel naar de volwassenen en niet naar de jongeren. Ze hebben ook nog Catnet, maar dat is dan weer voor nog jonger. Dus onze generatie wordt een beetje van weggekeken.